Na een serie droge en zonnige dagen zag het weerbeeld er donderdagochtend even heel anders uit. Met een grijze lucht en ook de paraplu was weer nodig. Maar in de loop van de dag kwamen er weer opklaringen in het weerbeeld voor. Zoals hier in Roosendaal, waar die blauwe lucht achter die bewolking weer tevoorschijn kwam. Vanavond dan trekt de regen gestaag weg in oostelijke richting. We houden daarna met een westelijke windrichting te maken. En voor het weer van vrijdag moeten we eventjes iets meer naar het noorden kijken. Er trekt namelijk een lage drukgebied over Scandinavië en wij krijgen met het windveld daarvan te maken. Op vrijdag en zaterdag vooral trekt dan deze randstoring over. Dat gaat een regenachtige dag opleveren. En vanaf zondag komt er vanuit het zuidwesten een uitloper van het Azoren hoge drukgebied dichter. En dat gaat ervoor zorgen dat het weer een beetje stabiliseert en dat de kans op neerslag ook weer wat kleiner wordt. Vanavond hebben we eerst nog met wat regen te maken, vooral in de oostelijke helft van het land. En vannacht trekt dat dan geleidelijk weg naar Duitsland. Opklaringen zijn er heel weinig. Het blijft overwegend bewolkt. En dat zorgt er ook voor dat het niet al te sterk afkoelt. Minimumtemperatuur tussen 7 en 9 graden. En we gaan al merken dat de wind geleidelijk wat gaat aantrekken. Morgen overdag hebben we dan met die stevige westenwind te maken. In het binnenland vrij krachtig met windkracht 5. Maar in de kustgebieden een krachtige tot harde wind. En in deze regio's ook kans op zware windstoten rond 75 km per uur. Nou, met die westenwind wordt wel hele zachte lucht aangevoerd. Dus de temperatuur ligt ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. 'S middags maar liefst 12 of 13 graden. De dag begint droog. Maar door dat lage drukgebied komt er ook een storing dichterbij. En dat gaat vooral in de middag vanuit het noordwesten richting het zuidoosten op steeds meer plaatsen voor neerslag zorgen. Nou, op zaterdag hebben we dan met die randstoring te maken. Dat belooft een overwegend bewolkte en regenachtige dag te worden. Temperatuur ook dan nog vrij hoog met iets meer dan 10 graden. Ook dan nog een stevige westelijke wind. Op zondag komt die uitloper van dat hoge drukgebied dichterbij. Gaat de wind wat in kracht afnemen, wordt het wat droger en komt er ook meer ruimte voor de zon. En ook maandag is dan weer een wat rustigere dag. De temperatuur gaat dan wel een paar graden omlaag.